Hij was de man van het ethisch reveil, die liever ging fietsen dan onderhandelen met Joop den Uyl, dachten we. Hij is terug in het katshuis, want enige weken na den Uyl heeft nu ook Van Agt een grote politieke biografie. Pim van Galen, ja, hij was destijds geliefd, hij was ook gehaat. Inmiddels is hij toch een beetje een soort nationale knuffelbeer geworden, geloof ik, hè? Ja, een beetje wel. Je kan op zijn minst zeggen, Clary, dat viel me vandaag op, dat alle oud-collega's die bij de biografie aanwezig waren, toch met een zekere mildheid terugkijken op die gekke Van Agt en die rare jaren 70. En dat is wel eens anders geweest, want in die jaren 70 was Van Agt ronduit gehaat in de Partij van de Arbeid. Schrijnendste voorbeeld daarvan is dat Van Agt niet eens werd uitgenodigd op de begrafenis van Joop den Uyl in november 1987, de begrafenis van de oud-partijleider. Ja, je ziet het in het hele boek, elke bladzijde weer, de botsende wereldbeelden. Joop den Uyl, de Partij van de Arbeid, die de wereld eventjes wilde veranderen, liever vandaag dan gisteren. Van Agt die zei met een zachte G, ach, dat kan toch ook morgen, laten we eerst een glaasje wijn drinken. He, de Nijmeegse relativist die de politiek niet zo serieus nam. Bekende anekdote is natuurlijk dat hij, als het lastig werd in Den Haag, een rondje om de kerk ging fietsen in Boksmeer of in Sittard. En Clary, om het verhaal nog even compleet te maken met de volgende anekdote. Toen hij premier was, tussen 77 en 81, toen woonde hij in het katshuis. En wat gebeurde er op een vrijdagochtend? De ministerraad was begonnen. Men vroeg zich af, waar is Van Agt? Men keek omhoog. Het oude antieke bed kraakte en de heer Van Agt lag lekker te slapen. Goed, hij was populair vooral bij gewone mensen. Maar was hij ook een populist zoals nu Wilders en Verdonk? Nou, als je dat aan hem vraagt, wordt hij een beetje boos. Dat vindt hij een rotwoord. Hij zegt, populisten die praten de kiezer naar de mond. Dat doe ik absoluut niet. Maar je kunt niet ontkennen dat Van Agt als een van de eerste gebruik heeft gemaakt van de persoonlijkheidscultus op televisie. Dat hij ook met Verdonk en Wilders gemeen heeft dat hij zich nogal afzette tegen politiek Den Haag. En dat hij veel en graag onder de mensen was. En dat hij daar ook wel een goed instinct voor had. Want toen nog niemand het over normen en waarden had, hè, fatsoen moet je doen. 30 jaar geleden begon Van Agt al over in zijn ethisch reveil. De politici hier lachten hem smakelijk uit, maar de zwijgende meerderheid was het met hem eens. Dus zijn politieke gevoel was wel degelijk in orde. Goed, terug naar de biografie. Vanmiddag in het katshuis en in een aanpalend hotel. Verslaggever Nienke de Snoete was erbij. Ik zeg mezelf nu knap dan toen. Van Agt is nog altijd goed voor een opmerkelijke quote. Ook als politicus viel hij op door zijn optredens in de media. Wat zouden de voordelen zijn van u als lijsttrekker? Geen. Het maakte hem in sommige kringen zeer populair. Anderen baalden als hij weer eens een stuk ging fietsen. Maar via de semafoon bleef hij voor zijn secretaresse altijd bereikbaar. Soms was de boodschap van zijn secretaresse zo snel mogelijk terugbellen. En dat deed Van Agt ook. En hoe hij dat deed? Hij stapte bij het eerste, de beste huis van zijn fiets, belde aan, stelde zich voor als de premier van Nederland en vroeg of hij misschien even mocht bellen. De biografie brengt Balkenende tot de volgende conclusie over Van Agt. Zoals hij zijn imago van non-politicus cultiveerde. Zoals hij twijfel kon laten bestaan over zijn beslissingen. Zoals hij tactisch afwezig kon zijn. Zoals hij de media en zijn achterban aan zich wist te binden met kwinkslagen en one-liners. Dat rechtvaardigt denk ik wel mijn typering. Dries Van Agt was de belhamel van het Binnenhof. Baldadig, maar charmant. Maar zijn politieke tegenstanders konden zich wild ergeren aan zijn al dan niet gespeelde afkeer tegen Den Haag. Ja, kijk, wat me zeker dwars zit is als gesproken wordt over politiek als een spel. Dit is een nevenfunctie waarop ik zeer trots ben. En die dan ook in alle openbaarheid behoort te verschijnen. En in die openbaarheid toonde premier Van Agt zich een meester in het zwaaien. Zowel naar links als naar rechts. Volgens de biografen was de apolitieke houding van Van Agt toch vooal een maniertje. Den Uyl heeft kort na zijn aftreden gezegd van hij heeft veel bereikt met de air van een non-politicus. Hij heeft niet gezegd een non-politicus, want dat was hij niet. Hij nam zich de houding aan van een non-politicus. Dat werd in de loop der tijden toch erger, omdat hij merkte dat dat electoraal ook voordeel opleverde. Hij heeft op een bepaald moment eens gezegd van, en dan werd ik weer voor de tv aangepakt door een linkse journalist. En hoe harder hij mij aanpakte, hoe meer stem ik kreeg. Ik dacht gewoon kassa. Er zijn ook bepaalde anekdotes die je dan leest over dat hij gaat fietsen tijdens de onderhandeling of een dag zoek is of bij het leiden van een kabinet nog ligt te slapen. Zou dat nog kunnen in deze tijd? Ja, ik denk dat als iemand zo populair is, dan kan hij zich heel veel veroorloven.
En Van Agt kon zich dat veroorloven. Hij liet het kabinet Den Uyl vallen door zonder aankondiging naar Groningen te vertrekken, daar een spreekbeurt te houden. Zodat de achterblijvers tot hun starre verbijstering hoorden dat ze gevallen waren. Ja, dat zijn toch fantastische spektakelstukken. Er wordt ook gezegd in het boek en door de schrijvers met Van Agt is eigenlijk ook de aandacht voor het persoonlijke in de politiek begonnen. Hè? Dus de aandacht voor de politicus als mens. Herkent u dat? Nou, ik weet niet, dat was natuurlijk met Den Uyl ook al aan de gang. En ik sprong daar als jong ventje gewoon tussendoor. En met Van Miro was dat natuurlijk ook. Nee, dat gold voor die tijd ook wel wat, hè? Ja, dat was eigenlijk de televisietijd. Want daarvoor de tijd van Drees en Romme en Oud. Ja, toen zag je die partijleiders niet zoveel. Maar sinds de televisie wel. Dus dat geldt voor al die lieden uit die generatie. Het had niet zozeer met Van Agt zelf te maken als wel met de opkomst van de mediacratie. Nee, wel vond de heer Van Agt natuurlijk leuk om wat bijzondere dingen te doen. En dat gaf altijd extra beeld en geluid. Wij maken geen buigingen naar links en geen buigingen naar rechts. Maar maakt het gedrag van Van Agt hem ook tot een populist? In de toneelwereld heb je op een bepaald moment een ontwikkeling waarin een bepaalde acteur zich bijvoorbeeld rechtstreeks tot het publiek wendt. Bij Brecht zie je dat, om eens iets te noemen. Ja, dat nieuwe element, dat bracht hij eigenlijk in de politiek. Maar dat was een antwoord op het drammen van links in die jaren. Dus wat dat betreft is het wel te verklaren. Maar er zijn inderdaad parlementaire journalisten die de teloorgang van de Nederlandse politiek en het populisme zoals wij dat nu kennen laten beginnen bij Dries Van Agt. Zijn ook mensen die zeggen, ja, hij was ook wel een populist. Nou, wat is een populist? Ik weet niet, kijk ze wel eens in de spiegels morgens? Ik wel, ja. Zelfs als ik mijn bril heb opgezet. Nou ja, misschien kun je een populist zo vertalen dat als hij een bepaald beleid heeft, weet hij het zo uit te dragen dat de mensen begrijpen waar het over gaat. Dat is toch heel essentieel voor een politicus. Dat ze de taal spreken die het volk begrijpt. Nou, als dat een populist is, is populist is een erenaam. En dan geldt dat voor de heer Van Agt en voor mij ook een klein beetje. Kunnen huidige politici nog iets van hem leren in dat opzicht? Iets? Heel veel, mevrouw. Ja, was getekend Hans Wiegel, een van de tijdgenoten van Van Agt. Ik sprak vanmiddag met Dries Van Agt en ik vroeg hem hoe je het in hemelsnaam 12 jaar in de topfuncties in de politiek uithoudt, als je datzelfde politieke bedrijf eigenlijk niet zo belangrijk vindt. De zelfrelativering die ik voortdurend toepaste, dus het relativeren van het politieke bedrijf in het algemeen, ook op je eigen gedrag daarin, is zeer behulpzaam. Dan slaap je goed. Dan neem je de dingen niet al te zwaar en kan een mens het daar nog volhouden. En dan kan een minister-president dus gewoon boven in het katshuis lekker liggen slapen, terwijl de ministerraad beneden al begonnen is. Ja. Dat kan dan. Dat kon gemakkelijk. Dat gebeurde overigens niet elke week, maar slechts bij hoge uitzondering, maar het is voorgekomen. Maar luister, die ministerraad die om 10 uur moest beginnen, en dan was ik er soms wel, soms nog niet, stond onder voortreffelijke leiding van de heer Wiegel. En u was een avondmens? Ik ben nog steeds een avondmens. Dus de moeilijkste dingen, de allerzwaarste taken vervul ik 's avonds, vooral als het gaat om het schrijven van artikelen. Vroeger maakte ik zelfs wetsontwerpen, of delen daarvan, toen ik op justitie zat nog, in de late avonduren op mijn departement. Daar brandde dan één lamp in dat grote gebouw en daarachter zat deze jongen. Ik hoorde dus een mooie typering van u van iemand uit de Partij van de Arbeid die zegt, wij socialisten wilden de wereld vandaag nog veranderen. En Van Agt zei, eerst een glaasje wijn en dan zien we morgen wel weer. U zegt vandaag, eergisteren. En ik zei dan tot hun grote ergernis, het is een mooi streven, maar morgen beginnen kan ook. En een glaasje wijn erbij kan ook geen kwaad. Rustig aan. En in het besef dat we toch maar heel weinig zullen kunnen veranderen, wat we ook doen. Sommige mensen zeggen, de heer Van Agt was onbewust de eerste populist. Gehaat in Den Haag, geliefd bij het volk. Zeggen mensen dat? Nou ja, dat kan. Dat kan, maar als u mij gaat vergelijken met de populisten van nu, dan ren ik toch hard uit die vergelijking weg. Want? Want ik heb altijd solide argumenten gebezigd. Ik heb altijd mijn stellingname
met redenen gestaafd. En ik heb altijd fatsoenlijke taal gebezigd. Verdonk en Wilders, zegt u, doen dat niet? Ik spreek niet over bepaalde personen en zeker niet in meervoud. Maar in ieder geval, het kan beter. Mag ik nog één tot slot een beetje pijnlijk punt met u aanstippen? Een paar jaar geleden vertrouwde u mij toe, en misschien kunt u er nu iets over zeggen. Wat jammer dat de huidige minister-president mij nooit belt. Ja, maar nou vandaag heeft hij zijn katshuis geopend. Het hoogheilige katshuis. Ja. Ongeveer het heilige der heiligen in Nederland. Voor het aanbieden, voor de presentatie van dit boek. En nou, daarmee heeft hij mijn hart veroverd en heeft hij krediet bij mij gekregen voor tot in lengte van jaren.